Hallo, 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 hallo. Oh, ik dacht dat je Mirjam heette. En toen zei ik, ja, oh ja, nee, dat is wel echt typisch zo'n naam die je met een I of een J kunt schrijven, inderdaad. Nee, nou ja, valt ook heel erg mee, moederschap, vind ik. Het enige waar je wat mij betreft weet je, als moeder erg voor moet zorgen, is dat je heel veel dinosaurusnamen echt uit je hoofd weet. Maar, en ik wist ook 100% zeker dat het zo'n avond zou worden waar iemand wel op een gegeven moment zou gaan zeggen van, wat een geestige anekdote. Ja, in een uitwisseling van aerosolen. Bij mij in de buurt is een schoonheidssalon die heet Who Cares? Ja, zo, van tingelingeling, goedemiddag, maar we kunnen wel, ja, ik weet niet, ja, nou, wij weten het ook echt niet. Ja, wat zullen we doen? Ja, ik weet, dat maakt me echt niet uit, nou, ons ook niet, ja, wat zullen we, ja, ik weet niet, noem maar wat, ja, één wenkbrauw eraf of zo, ja, goed, ja. Maakt mij echt niet uit, ook een auw, staat het leuk? Nee, niet echt, nee, wat doe ik, who cares, maakt niet uit, doei. Ja. En dan op de uitadem zo, tuurlijk. En dan weer zo, ja. Tuurlijk, nou, oké. Okay. Nou, weet je wat een van mijn lievelingszinnen misschien wel is? Dat is, zullen we zo langzamerhand eens aanstalten gaan maken? Dat vind ik een heel lekkere zin. Zullen we zo langzamerhand eens aanstalten gaan maken? Vooral natuurlijk vanwege dat aanstalten. Want niemand weet precies wat dat is. Sorry als ik me ergens mee bemoei. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar ik heb toch het gevoel dat ik vanuit mijn medische blik dit met je moet delen. Want ik zie iets in je nek. Zou je voor mijn geruststelling kunnen zeggen dat je heel ver van mijn halsslagader af zit? En die man zegt, oh, nou, daar zit ik echt vlak naast. Pas de reactie zou zijn van, wat heeft Thea dit? Thea, heb jij, what the fuck, Thea? What the fuck? Dit is fucking mooi, Thea. Wat heb je geprobeerd voor tof van de rest met naald en draad? Thea, je maakt me helemaal gek. Je bent een genie. Je bent een genie, Thea. Je maakt me gek met je talent, Thea. Want hier zit alles en daar zit niks. Stond op de balie zo'n bakje met paaseitjes. En ik van, oh lekker, ik neem een paaseitje. Dus ik zo dat papiertje eraf halen. Zit er een druif in? Dat is heftig, hè? Want dat heeft dus iemand gedaan, hè? Dat is niet gebeurd of zo. Dat heeft iemand gedaan. En ik denk eerlijk gezegd toch wel een vrouw. Ja, dit is trouwens wel echt iets van archeologen, hè? Dat als ze iets totaal niet meer begrijpen, dan zeggen ze altijd, oh, nee, dan was het waarschijnlijk iets ritueels. Trouwens, ook over nadenken, wel ideaal werk voor de Tyrannosaurus Rex. Hè? Die heeft van zichzelf eigenlijk al heel erg van die computerarmpjes. Doodzonde dat hij buiten kantoortijden heeft geleefd. En dat zijn relatief vaker mannen, niet altijd hoor, maar wel heel vaak. Die navigeren eigenlijk door het leven met maar twee zinnen. Als ze iets wel willen, dan is het helemaal goed. En als ze iets niet willen, dan is het gaat hem niet worden. Ja, daar kun je dus eigenlijk alles mee. Zo van, ja, helemaal goed, gaat hem niet worden. Nee, ja, helemaal goed, gaat hem niet worden. Helemaal goed, gaat hem worden. Helemaal goed, helemaal goed, gaat hem niet worden. Heel goed. Weet je, ze hoeven het woord ik ook helemaal niet meer uit te spreken. Want iedereen weet wel wie de hoofdpersoon is. Maar dat gaat een collega van mij doen, want ik ben er zelf even 2 maanden tussenuit. En ik zeg, oh, ga je met sabbatical of zoiets? En hij zegt, nee, ik heb darmkanker. En ik zeg, oh, dat is veel erger dan wat ik heb. En hij zegt, ja, dat kun je wel zeggen. Maar goed, ze waren er vroeg bij, dus ik maak me eerlijk gezegd niet zoveel zorgen. Ja, sorry, maar dit is toch wel heel erg irritant. En hij zegt, wat je irritant vindt, zegt meestal vooral iets over jezelf.